presentatie van Patrick Peters. Naar aanleiding van de presentatie nemen we even 5 minuten de tijd voor vragen naar aanleiding van de presentatie. En daarna hebben we niet 3, maar 8 vragen waar we de tijd voor willen nemen. Daar gaan we vrij rap doorheen, want we hebben net gemerkt dat het ook heel fijn is om de wrap-up te doen. En dat er ook nog echt tijd is om die vragen met elkaar door te nemen. Dus Patrick, ik wil jou graag vragen. Is dat al een? Ja, het is al aan jou. Ik ga heel snel. Ik ga jullie eventjes wat info geven over het gebied. De gebied, niet zozeer inrichting, wacht, daarnet had iemand een woord gebruikt, maar ik ben dat kwijt. Om jullie toch een beetje te inspireren van, hey, die laten daar misschien een kans liggen. Of als je dit dan hoort en ziet, zie je andere variabelen die wij misschien nog niet hebben gezien. Want straks de vragen gaan daarover gaan van, is er iets dat we misschien ook nog kunnen beproeven of kunnen vergelijken met iets. En dus moet je toch ongeveer weten wat we in de agenda hebben of wat we eigenlijk wat er staat in het terrein. Dit is het gebied. De grens is ongeveer hier. Die is eigenlijk niet deze mooie lijn, want de grens ligt eigenlijk doorheen dit gebied aan. Want de Hedwige Polder is niet alleen in Nederland. Eigenlijk ligt er ook een klein stukje Hedwige in Vlaanderen. Deze ringdijk bestaat al. Het stukje ringdijk van Nederland wordt nu aangelegd. De grond hier voor nodig is, wordt deels aangevoerd, deels uit dit gebied gehaald. Misschien niet uit het gebied, maar eerder uit dit stukje dijk. Dat is nu een waterkerende dijk, maar die wordt verlaagd. En hier komt er eigenlijk een tijdelijke kering, zodanig dat het water... Eigenlijk gaan we even inpolderen, om dan uiteindelijk het terug te geven. Dus dit zand wordt in de dijk gebruikt. Dit gebied wordt wel ook afgegraven of wat heringericht met poelen en ik weet dat niet wat, of kreken die worden gegraven. En ook een deel van die grond gaat naar hier. En een deel van die grond komt terecht in een soort bergheuvel, omdat ze te veel grond hebben in feite. Dit stukje dijk kunnen we dus ook in proef doen, want die wordt op een gegeven moment al vrij snel misschien, dat weten we niet, door de aannemer geclaimd als zijnde, ik heb die grond nodig om in de nieuwe dijk te liggen. Dat is zand. We weten in elk geval, dus wij hebben 3 zones, die heb je er net al gezien. Wij hebben die 3 zones ondertussen al eens via zo geofysische metingen gecheckt. En wij weten toch zeker van deze zone, wij zijn zeer blij, is zeer uniform, zeer zandig. Met een mooie afdeklaag. Dus wij denken ook in eerste instantie hebben wij hier 400-500 meter uniforme dijk. Waar we wel mee aan de slag kunnen gaan. Als dat nu niet was, als we hier allemaal rariteiten hadden gehad en we hebben hier ook nog een opgeript en we hebben een kunstwerk, als dan blijkt dat we daar maar 20, 30 meter uniform hadden, zouden we sowieso uitwijken naar die andere. Nu, doordat het zo uniform is, lijkt ons dat we in die zone al heel veel kunnen doen. Het voordeel van deze zone is, het schor dat hiervoor ligt, gaat sowieso weg. Wat maakt dat we ook hier denken, een proef met het huidige schor, hoogschor, en we hebben zeker ook een situatie met afgegraven schor. En we hebben ook hier een situatie met zelf een geul richting de dijk die zal aangelegd worden. Dus we hebben toch al een aantal verschillende, langs de rivierzijde, situaties. Deze zone, hier gaat eigenlijk ook, ik ga het zobiet zien, ik kan het misschien niet eens laten zien. En dus hier komt sowieso een kreek. Hè. Als wij hier niks doen, zou hier sowieso een geul worden gegraven. En hier de dijk afgegraven en schor weg. Op deze plaats ook vrij uniform zandig. Dus hier hebben we ook 100, bijna 200 meter, dat er op het eerste zicht goed uitziet. Maar opnieuw, als we het hier allemaal kunnen doen, gaan we misschien minder snel naar daar. Maar hier moet ook een diepe geul uitgegraven worden. Dus het schor dat hier nu voor ligt, moet toch ook weg. Het voordeel van hier het schor, ten opzichte van dit, is dat dit schor ligt hoger dan dat schor. Dus als we straks, en dat ziet er wel naar uit, het gaat hier nu liggen tot er ligt nu een hoog schor. Het volledig afgraven gaat de aannemer zeker doen. Zo die tussenliggende fase, half schor, kan wel zijn dat we dat niet gaan kunnen realiseren op die plaats, omdat die aannemer zegt, die grond is vervuild, ik kan die alleen maar afvoeren. Ik ga hier nu niet spelen met een deel van de schor al hier te leggen. Want als het dan bij de volgende storm in de Schelde terechtkomt, dan heeft die aannemer eigenlijk een probleem. Dus met schor, zonder schor en geul is hier, en hier hebben we een beetje geluk, een half hoog schor, omdat schor daar nu op dit moment lager is. Natuurlijk is deze dijk, en van vorm is hetzelfde als die, lijkt iets minder zandig, maar eigenlijk zijn er nog wel wat overeenkomsten. Deze zone is een heel ander verhaal, in die zin dat dit schor blijft. Dus als we hier proeven doen,
dan kunnen we hier niet dat schors zomaar afgaan, want dan wijken we eigenlijk af van de afspraken die er zijn met Vlaanderen en Nederland. Nu, we hebben geluk, dit is uniform. Als we hier er niet komen, zullen we naar hier uitwijken en pas in derde instantie voor de bresproef, voor de andere events kunnen we er misschien wel iets doen, maar voor de bresproef zullen we pas in laatste instantie naar hier uitwijken. Het is wel zo dat deze zone waarschijnlijk als eerste onder water komt. Wanneer dat deze dijk wel aangelegd is, maar misschien nog niet 100% op sterkte, kan het zijn dat hier omwille van een aantal ecologische doelstellingen al sneller een bres wordt gemaakt. Wat maakt dat we daar wel een bresvormingstechnologie kunnen uitproberen misschien. Dat wordt wel niet zo'n bres als hier van 100 meter, dat wordt maar een heel kleine opening. En hier zouden we ook misschien sneller een bresdichtingstechnologie kunnen testen, maar dat is opnieuw een andere sessie. Maar wij zijn eigenlijk heel blij dat we hier aan de slag kunnen gaan en dat we pas waarschijnlijk nooit hier... want hier is ook dijk ook minder uniform. Gewoon door het feit dat dat schor er niet weg mag, hebben we daar toch wel minder mogelijkheden. Aanvullend, Patrick, misschien ook dat daar met die linkerbal, daar zit ook een schip in. Ja, dat wordt gezegd, dat Ludo, maar we hebben de schip nog niet gevonden. Nee? Dus we hebben hier 600 meter ERT, hier ERT. Eigenlijk. Dus we hier zandige kern, ook zandige kern, ander zand wel. Dus nog altijd wel in termen van resistiviteit zal het wel zand zijn, maar het is wel ander zand als hier, wat ook logisch is, want dat is gewonnen op de Schelde en dat bij jullie is droog aangevoerd. Dus op zich is het wel een verschil, maar anderzijds, wij willen hier testen gaan doen van met schor, zonder schor. En dan, je kan hier met schor, kan je wel vergelijken met hier met schor. Dat zou een vergelijking kunnen zijn, maar we kijken hier meer naar de variabelen zonder schor en met schor. En hier met schor testen, vergelijking met hier zonder schor, zou eigenlijk al te veel appelen met peren zijn. Nu hier, dat zei Ludolf net, zou ooit een bres geweest zijn en gedicht zijn met een schip, maar de ERT-metingen van die zone geven dat niet aan. Op zich weer, wij zijn dan blij, want dan, als we nu hadden gezien dat hier een schip lag, dan verdween die zone uit... het bres-optiepakket, want dan hadden we een soort rare anomaliezone. Nu blijkt dat die, waar dat wij nu toch gekeken hebben in de dijk, blijkt het ook uniform en dus wel beschikbaar voor proeven. Ja. Dat is het een beetje in een notendop, denk ik, voor het gebied. Zijn er hier al vragen bij van... ik ga even terug. Dat je zegt van, eigenlijk willen we nog iets voor de gebiedskennis, voor wat je niet helemaal duidelijk is. Belasting opgevoerd wordt tijdens die proef, of is dat nog te concreet? Nee, daar kan je zo biedt suggesties rond neerschrijven op een papier. Maar doordat je. Dus wat is er nog van het gebied van belang misschien? Deze zone, dat schor blijft, maar dit schor is ook bekleed. Deze zone, het schor gaan we weg, maar ook vandaag de dag is dat een niet bestort schor. Dat maakt ook. Hier is nu geen foto, hè? Jawel, u ziet eigenlijk wel. Dit is veel rechter. Hè? Dat is, ja, en hier is een veel grilliger schor. Daarnet zei er iemand, ja, hier zou je kunnen zien wat is het effect van heterogeniteit in het schor. Want niet elk schor, tenzij dat je het bekleedt, is exact 100 meter. Hè? Hier in het niet beklede gedeelte heb je ook... zelf graaf je niks af, heb je hier eigenlijk een ander schor als hier, bij wijze van spreken. Maar wel allemaal op hoogte. Dus dat is nog een variabele die hier eigenlijk aanwezig is. Maar ik wil vragen stellen, het is heel leuk hoor, om al die mogelijkheden zo eventjes met elkaar te bespreken. Maar wat mij ook leuk lijkt, dat is dat je een aantal van die mogelijkheden eigenlijk al vooraf met modellen zou kunnen onderzoeken. Hè? Want, wat leveren de huidige modellen nu eigenlijk aan inzicht op de mogelijke variaties die je daar wilt gaan toepassen? Dat je ook van die kant eigenlijk gevoed wordt met vragen. Dus voordat je begint, eigenlijk al een verkennend onderzoek met simulatiemodellen. En van daaruit eigenlijk kijken van, hey, wat zijn gevoelige parameters? Wat pakken we dan als eerste en wellicht wat als laatste? Opnieuw, ik denk één van de 8 vragen die volgen, dan ga je dat mooi kunnen neerschrijven eigenlijk. Maar ja. Even qua proces, qua financiering, daar hebben wij zelf geen geld voor. Heel zo zit. Wij vinden het rekenen belangrijk, dus als wij via NWO's of Interreg geld krijgen, dan moeten we dat beslist doen. Maar in onze lijn zit dat niet, want dat is gewoon hartstikke duur. En dat is een faciliteit die bieden wij aan, als het ware, aan partijen, aan kennisinstituten of universiteiten,
om daar promovendi op te zetten. Je moet altijd een predictie doen voordat je een experiment gaat doen. Dus ja, mij zit wel, maar wel dat, kant is, veel dat is iets anders dan het hele toetsinstrumentarium ter overwegen, zeg maar. Ja, dat is waar. Ja, maar ik neem jouw suggestie wel mee van, we hebben nu straks wel sterkte parameters van de dijk. Ja. Ik heb op dit moment nog geen ongestoord monster van schor genomen. En dus ik kan eigenlijk niet echt een sterkte, ik heb geen geotechnische parameters van het schor. En dat verhindert dan bepaalde mensen om dat in het model te steken. Dus als we die ook zouden opnemen, dat is dan nog niet de superkost en misschien moeten we dat best doen. Dat we daar toch een sterkte aan, al dan niet, hè, je weet, is het sterkte nul, hè, maar dat we er toch iets aan kunnen, want als het afgegraven is, is het weg. Mocht dat nou gebeuren, mocht er nou dat soort metingen gedaan worden, dan hou ik me zeker aanbevolen om dat als deel van mijn masterthesis nog te gaan doen. En jij deel zelf een model gaan om die te doen? Om die modelleringen. Ah, ja, oké, ja. Nee, want ik kom net uit de calamiteitenoefening en daar was toch het idee van, als er een calamiteit is, dan wil je eigenlijk ook iets kunnen zeggen hoe die calamiteit zich ontwikkelt. En dan heb je een modelletje nodig. He, dus ook dan, in zo'n crisissituatie, wil je willen simuleren. En dan is het een onderdeel van eigenlijk de hele integrale aanpak. Er komt zometeen ook nog bij een van de vragen meetsuggesties, denk ik. En dan kan dat er... het mag dubbel. Het mag dubbel. In die luchtfoto zie je... Een kruis in het gebied. Zijn dat secundaire dijk? Zijn er die bomen zo? Nee, dat is die bomen. Ja, dit is gewoon een weg. Ja. Deze kan ik me nu niet. Dat is geen dijk. Geen verhoogde. Dit was hier was wel. Ja. Hier is er een dijk, dacht ik. En dit is ook een dijk, hè? Ja, dat is een rechte aankering. Ja, maar dus deze dijk is als een man niet al hier was er een, maar die is denk ik al afgegraven en die zou ook stilletjes aan afgegraven. Ja. Geen idee. Ja, dat zijn de hele oude dijken, dus ze zijn klein. Dat is klein. Ja. Pas daarnaast zijn we de zand. Maar dus in het gebied zelf is al wel het een en ander veranderd. Hier staat nog een huis, dat huis is al weg. Hè. Daar heeft, ik weet niet juist hoe ze dat hebben gedaan, maar dat is niet in het groot contract. Dus er is al wat, er zal iemand bomen komen vellen, omdat hij de hout gewoon op transport zit voor meubels of ik weet dat niet wat. Als dat een klein dijkje is, kunnen we die ook geluidgevoel proeven. In Zingam heb je om andere faalmechanismes op andere type dijken, zanddijk, dus klein dijk. Ja, alleen nu beperk je dat kan zand. Alleen, die wordt waarschijnlijk als transport gebruikt door de aannemer, dus ja. Geen meter instrument. Nou, dat komt wel een keer wat je wil meten. Een trillingsmeter. Ja. Maar wat wel een optie is, is natuurlijk, maar dat geldt niet voor jullie, maar voor deze proef. Maar er komt wel een nieuwe dijk aangelegd. Dus als je bijvoorbeeld 12 jaar lang graskleding wil monitoren, zou je wel een deal kunnen maken met dan is het wel interessant om langjarige monitoring. Want dan is het niet destructief en dan ga je dus kijken hoe het is, eventueel verschillende beheerdersregimes. Dat is het wel interessant. En waarschijnlijk wordt hij als transport weggebruikt, zegt Deurhoff, maar dat is niet zeker. En volgend jaar neem je natuurlijk te praten. Ja. En dan heb je ook zo'n stukje dienst worden. Ja. Maar goed, dat is wat Patrick te straks zei. We moeten dat gesprek nog Ja. Nu, wat hebben wij al zelf ondertussen niet zelf bedacht? Want het is, van alle mensen hebben ons al van alle ideetjes gegeven, maar welke ideeën hebben wij op dit moment al een speciale plaats in ons hart gegeven? Dat is... geen explosie en zo, geen bombardementen. Het woord dat nu dat soms zegt boom, zal ik niet direct zeggen, maar wel een gecontroleerde doe eens een klein gat ontstaan proef. Kan waarschijnlijk wel. Hè. Je moet wel weten, het is niet dat daar niks in de buurt is, een kleine kerncentrale. Maar wij geloven wel, als die technologie er is en we hebben meer ervaring met die technologie, kan dat wel een noodmaatregel worden en dus hebben we daar kansen voor gezien. Een andere minder bewuste bresvorming is bijvoorbeeld een leiding die ergens ligt en dan denken we wel dat er manieren zijn om zoiets te simuleren dat er dan van onderuit een soort drukophoping is en die hoeft dan niet, die kan ook gewoon aan landzijde parallel aan de dijk zitten, hè? Want zo zitten er bij ons toch meer leidingen dan echt onderdoor, maar zo zijn er een aantal vragen, noden bij beheerders of andere mensen om daar toch eens wat voeding mee te krijgen.
Waar denk ik, en dat noem ik nu even vorming. Die term is niet ideaal gekozen, want vorming is voor sommigen het ganse proces. Daarnet hadden we nog de discussie, wat is nu net initiatie en wat is net groei? Groei is de gemakkelijkste, denk ik. Is, je hebt iets, er komt water door en het begint in de breedte te groeien. Ja, eerst zou je nog in de diepte kunnen groeien, dat is ook nog helder. Alles daarvoor, ja, een leidingbrug kan plots een groot gat doen ontstaan. Een afglijding kan plots een groot gat doen ontstaan. Maar een afglijding kan ook oppervlakkig zijn. En wat heb je dan? Heb je dan al initiatie als het water er niet is? Ja, nee. In elk geval, in een andere sessie wordt er over bekledingsschademechanismes gedacht. En dat noemen we nu gemakkelijkheidshalve initiatie. Hier zitten we over het plots ontstaan van een gat, maar niet noodzakelijk door water. En dan hebben we het groeien, nemen we aan dat er dan water aan te pas moet komen. Je gaat er altijd vanuit dat die bresgroei volgt nadat je zelf een beschadiging, definitie hebt gemaakt als start. Als we willen dat het groeit, gaan we dan wachten tot het volgende hoogwater. Als we niet willen dat het groeit, dan zien we dat het gat gedicht is voor het volgende hoogwater. En hebben we 6 uur tijd, bij wijze van spreken. En zou het interessant zijn, want bij een gat stel ik me voor, nou, dat is een flinke beschadiging in ieder geval. Hè, dus los. De vorm erin zit bijna al gewoon een geul door je dijk. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zou willen weten van, nou, stel nou dat een dijk overstroomt omdat het gewoon domweg te laag is, die beschadigt. Hier heb je de mogelijkheid om een kleidijk gewoon mooi omhoog te brengen. Dat je zegt, nou, weet je, het over 2 weken is het weer springtij, we gaan hem zo af, we hebben hem gewoon net een dijk zoals die eigenlijk moet zijn. Maar er gaat straks wel 30, 40 centimeter water overheen stromen, of een meter, of anderhalf. Ja. En hoe snel beschadigt die dijk wel? Ja, dus een van de vragen komt daar straks nog op terug. Ik kom er straks nog wel op terug. Wat hebben we nog? We hebben eigenlijk rond het uiteindelijke het groeien, in het breedte groeiproces, hebben we de situatie, ik vertel het al, met een schor, met een verlaagd schor, weliswaar misschien op een andere plaats. En we hebben ook een zone waar dat dan het schor uiteindelijk afgegraven wordt en misschien nog meer, dat er een soort geul naar de dijk op voort is aangegraven. Dat zijn al langs rivierzijde 3, 4 verschillende. Op zich is de waterstand dan ongeveer hetzelfde, maar toch een andere voorlandsituatie. Deze variabelen hebben wij nu al in ons achterhoofd. Wou jij het vragen? Dat is de finale, maar de eerste, waar je alleen maar naar pressvorming of groei kijkt, dat wil je niet helemaal door laten lopen tot een bespijking van de hele dijk. En als we ook nog andere dingen zouden willen testen, heb je natuurlijk die hele proeftuin. Als we ergens anders nog piping willen testen, of we ergens nog naadmoedmaatregelen oefenen, moet je toch ervoor zorgen dat er nog een tweede compartimenteringsdijk aanlegt, zodat de schade niet te groot wordt. Worden deze kosten dan ook door die projecten zelf financiert, of is dat iets wat misschien gefaciliteerd wordt door Stora of BL om tenminste het inrichten van die polders, zodat meerdere proefpolders, proefgebieden kunnen worden ingericht om dat te faciliteren? Want anders wordt het denk ik veel meer elkaar in de tijd. Even aanvullingen, want de jongens van Defensie, die willen ook dit terrein even voor behalve ook gebruiken als opleidingsterrein voor genisten. En genisten moeten een tijdje met vrachtwagens rijden, dan moeten wat met een shoveltje rijden, die moeten wat grond ergens heen brengen. Ergens. Dus een van de ideeën is dat de genie, als het ware in het kader van een opleidingstraining, dan tijdens een nooddijk zou kunnen aanleggen. Maar dat moet dan wel in overeenstemming met de aannemer, want dat mag weer niet, allemaal dat soort dingen. Maar nog geen geld. Nee, dat er zit wel een klein dingetje in. Nou. Maar dan zou dan, vanuit het van de genie als opleiding voor dat zouden ze ook kunnen. Ja, maar die dijk moet minstens zo veilig zijn, moet het toch wel waarborgen dat die andere projecten niet een risico beïnvloeden. Ja, dat is ook een kwestie van timing natuurlijk. Als je zo'n pipingproef, als je dat in het zomerhalf jaar doet, en deze doe je in het winterhalf jaar, dan gaat het goed. Dan gaat het goed. Dat is een ding. Ja, en dat is ook een extra argument voor of jullie twee, hè, dat we op voorhand, als je weet van, we doen een calamiteitenoefening. En stel als de technologie die we willen inzetten het niet geklust krijgt en krijgt het niet dicht, ja, dan moeten we sowieso een plan B hebben. Hè. En verwachten we dan ooit een gat van 50 meter? Ja dan nee. Als we zometeen een calamiteitenoefening doen en er bestaat een kans dat we het niet gedicht krijgen en dat leidt ons tot een gat van 50 meter, dan zal de oefening niet doorgaan. Dan moeten we sowieso iets er moet dan desnoods. Ja, Defensie moet aanwezig zijn of de eigenlijke aannemer. Op een gegeven moment zeggen we gewoon van stop de proef. Want
Half deeltaris is al verdronken en ik weet dat niet meer. En dan zeggen we, nee, dat vinden we niet handig. En dan moet er gewoon, dus ik denk op een gegeven moment, we gaan elke calamiteitenproef gaat een soort maximum breedte kunnen, ja, spijtig genoeg halen. En dan zeggen we stop, want nu kan de aannemer met zijn zakken die daar liggen altijd nog ingrijpen. Hè. Dat gaan we denk ik zeker doen, want stel, we hebben 400 meter, we willen 10 proeven doen. Ja, als de eerste calamiteitenoefening al over zijn breedte gaat, dan hypothekeert hij de volgende, dus dan, ja. En even, de oefening hiernaast, Arne die gaf aan dat als het echt, je echt mis is op de Schelde, dan heb je in 12 uur tijd heb je 7, 8 meter waterstandsverhoging. Nou, dan moet je dus ook in je scenario's ook rekening mee houden dat je dat kan handelen, zeg maar. Volgens mij moeten we door, anders gaan we het niet redden. Even kijken, André en Patrick hebben onwijs veel vertrouwen in jullie, want jullie gaan geen 3, maar 8 vragen beantwoorden. Die wolkjes, die zijn voor de laatste 3 vragen, dus beschrijf ze nog niet. De eerste 5 vragen graag op aparte velletjes, die witte velletjes die je hebt gekregen.